natuurlijk. Lekker dan. Want die scooter even door rood wilde rijden. En toen hij weer verder durfde, moest ik gaan wachten op die tram. Het is toch allemaal weer te zot voor me. Ik denk nu zeker een halve minuut later thuis. Of, als we het vanaf de andere kant bekijken, doordat ik langzamer op kon trekken daar, wat nog zeker geen halve minuut was, zou ik nog wat minder. Maar anders dan had ik hier het groene stoplicht gehad en dan had ik straks de pont gehad. En die mis ik nu. En daardoor is het zeker 10 minuten dat ik later thuis ben. Alleen maar omdat hij bedacht, ik ga die tram even dwars zitten. Denk ik dan, hè? Daarom ben ik nu echt heel erg boos op die man. Ja. Wat dan net gebeurde, dat vind ik altijd wel het leuke van zo'n motortje. Dat je dan denkt van, ik ga er nog even snel voor. En dan geef je net even te veel gas in een te lage versnelling. En dan springt hij op zijn achterwieltje. Dat vind ik wel leuk van dit ding. Hij verrast je een beetje. En trouwens, wat die blauwe auto eraan aan het doen was, dat weet ik ook niet. Dat was maar een beetje raar. Dat vond ik maar apart. Die RSV die had ook zoiets van, nou, volgens mij ga ik er maar gewoon langs. Toen dacht ik van, nou ja, als die RSV doet, kan ik het ook wel doen. Want hij reed dat heel raar, heel links. Zodat hij van motorgeluiden al hield. Dus ik had van die guiven inhouden en dan komen ze me vast langs. Maar weet ik, maar raar. Dit is toch raar, er staat daar een auto, die staat er een beetje te knipperen, maar er staat nergens een bord of iets, van joh, wat, hoe moeten we ermee, er staat niet wat het wegwerkzaamheden zijn, er staat helemaal niks. Toch raar. Ja, toch moet, ja, ik denk ook niet dat we allemaal rechts moesten blijven, nee, dat ik ook rustig aan links te langs ging. Maar een beetje apart wat die auto daar nou stond te doen. Maar ze gaan verderop dat meer mensen het zullen van ja, toch. Blijft hier een beetje rechts plakken. Er is niks aan de hand.
Ja, ik weet niet of jullie dat kunnen zien op camera, maar er zit echt een knetterharde slag in dat achterwiel. Maar hij gaat daarin. Anders had ik wat ervan gezegd, maar dat achterwiel dat trilt gewoon heen en weer. Dat is niet normaal. Ik weet niet of ik het zag op camera. Maar het zag er niet best uit. Dan moet je toch ook gewoon voelen. Ik heb wel in mijn jeugd dat je een beetje lomp aan doen was met je fiets. Nou, zo zag dat achterwiel er ook uit. Ongelooflijk. Had gewoon doorgereden, man. Tjonge, jonge. Traag gedoe. Heb ze de lampen weer aan laten staan? Gelukkig gestart krijgt. Is best wel vermoeiend. En nu af laten staan. Daar word je moe van. Er was steeds wat bijkomen van dat naar boven duwen. Ongelooflijk. Maar ja. Gelukkig schoot hij aan. Schoot wel hard aan zo. Ja, we hebben hem. Nou, in ieder geval. Wat de Suzuki's heel fijn hebben. Is als je hem iets te ver doordraait op blok. Dan ga je naar zijn parkeerlichtstand. En daar had ze per ongeluk op gezet, dat doe je één keer. Maar dat is heel fijn van Suzuki. Ik weet niet waarom ze dat doen. Maar handig is niet. En tegen dat je van motor een dijkje op moet duwen. En dan eraf moet rijden. Maar ja, hij ging er niet op aan. In één keer. Nou was ik even bang dat hij af zou slaan, dus vandaar dat ik hem in de toeren hield. Het gaat me niet gebeuren dat hij in één keer weer afslaat. Niet zo zin in. En zij rijdt nu achter hem op de strop. Je rijdt tussen de verkeerde baan, pik. Altijd meest links. Staat in de regeltjes. Ja, welke regels? Ja, die soort van regels die we hebben. Altijd meest linkerbaan. Zo.
Wat een teringleier. Even kijken. Ben je zo weer van de kant geduwd, pik? Ongelooflijk. Ik duwde hem zo van links helemaal naar rechts. Woehoe. Ik ga niet in deze file staan, dacht ik.